Maar ik merk nu wel, ook op vrije dagen train ik nu gewoon door. Voor mezelf ook. En ik merk dat ik nu ook gewoon fitter word. En vorige week ongeveer 20 minuten, nu 30 minuten. En ja, het gaat steeds lekkerder en ik voel me ook steeds lekkerder. Dylan, een interview kan in het Rotterdamse wat jou betreft. Ja, dat is wel makkelijker te verstaan voor mij. Ja. Want Zuid-Limburgs, dat is niet jouw ding, hè? Huh? Zuid-Limburgs is niet jouw ding. Ja, niet mijn ding. Het is moeilijk te verstaan. Ook de eerste dag toen ik aankwam, hoor. Maar nu even lekker in het Rotterdams. Maar laten we met het belangrijkste beginnen. Je eerste doelpunt voor Rode JC. Dat voelt denk ik wel als een bevrijding voor je. Ja, zeker. Is lekker. Natuurlijk de laatste twee invalbeurten, nu mijn derde. En lekker dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen bij het elftal nu. En 3-1 overwinning. Dat was team zeker trots kunnen zijn. Al met al niet zo af te dingen, hè? Want Rode JC was echt wel beter dan Excelsior vandaag. Ja, klopt. Ik vond inderdaad dat we ook wel goed begonnen. We kregen aardig wat kansen. En op een gegeven moment maak je de 1-0. Je ziet dat zij de tweede helft wat anders gaan spelen. In plaats van met 5 achterop gingen ze met 4 achterop. Nou, dan moet je daar als team op kunnen anticiperen. Nou, dat ging even wat moeizaam in het begin, denk ik. Maar daarna pakt het wel goed op, denk ik. En uiteindelijk 3-1, met een terechte uitslag. Hoe kon het dat Rode JC het zo goed kon opvangen, dit spel van Excelsior? Sowieso voor de wedstrijd, wij trainen daar ook echt wel veel op. Ik moet zeggen dat wij als de staf dat ook echt goed aangeeft. Wij spelers pakken dat ook goed op, vind ik. Hoe je dat vandaag oppakt is meer dan goed. En dat zie je ook terug in de wedstrijd. En uiteindelijk wat ik zeg, 3-1. Prima resultaat. We spraken jou laatst bij FC Dordrecht, waar je de eerste minuten maakte voor Rode JC. Nu heb je al wat meer in de benen. Hoe gaat het voorlopig in Limburg met jou? Wel goed. Toen ik aankwam tegen Dordrecht was ik echt kapot na 15 minuten. Hoe dat zo? Ik had 6 maanden geen wedstrijd gespeeld, dus dan ga je dat wel voelen. Toch wel, maar ja, je traint wel, maar het is niet optimaal natuurlijk. Het is niet de wedstrijdritme die je hoort te hebben, maar ik merk nu wel, ook op vrije dagen train ik nu gewoon door. Voor mezelf ook, en ik merk dat ik nu ook gewoon fitter word. En vorige week ongeveer 20 minuten, nu 30 minuten. En het gaat steeds lekkerder en ik voel me ook steeds lekkerder. Wat doe je dan zo in je vrije tijd dan om dan beter te worden? Wat doe je dan zo? Dat overleg je met de staf en dan is het voor mij goed gewoon om extra lopers te doen. Van ongeveer 3 kwartier. En als ik dat gewoon elke dag bijhoud en niet eigenlijk echt stil blijf zitten, zeg maar één dag. Ja, dat ga je dan toch wel voelen de volgende dag. Dus uiteindelijk, als je gewoon elke dag bezig blijft, dan voel je het minder. En ik voel me nu ook elke dag sterker worden. Dus, het is vlak na de wedstrijd. Heb je al vanuit Feyenoord al reacties gehad op je eerste doelpunt? Ik heb nog niet... Wie bedoelt nu? Ja, nee, op je telefoon, appjes, Instagram. Ik heb nog niet op mijn telefoon gekeken, nee. Ik denk dat die rood groen zal staan. Ja, klopt. Ik zag wel wat appjes binnenkomen van ver af, zeg maar. Maar dat is voor mij van mijn neefje, dus... Geniet lekker na, zou ik zeggen. Ja, dankjewel, man. Komt goed, dankjewel.